De schrik en verbijstering over wat er in Brussel gebeurd is, is overal groot. Zeker ook bij FC Eindhoven. De club heeft maar liefst 9 Belgische voetballers onder contract staan. En toch moest er vandaag gewoon gevoetbald worden. Een oefenwedstrijd tegen NEC. Het was lastig om je gedachten bij een potje voetbal te houden na wat er allemaal in je vaderland gebeurd is? Tijdens de match denk je natuurlijk niet aan. Maar ik moet wel zeggen dat je tot een half uur voor de wedstrijd zit toch wel bezig op je smartphone te kijken van wat er nu nog allemaal aan het gebeuren is en hoe de toestand is. Ja, ik zeg het. Het was toch wel even een koude rilling door me heen. En, zeker als het dan in je eigen land gebeurt, dan is het eens zo erg. Dan ga je echt erbij nadenken dat het dichter en dichter komt bij je in de buurt. En dan, het is heel onbegrijpelijk, zeg maar. Ja, mijn vrouw heeft mij deze morgen vrij vroeg gebeld, al tegen 20 nacht. Die werkt in Leuven, is niet zo ver van Brussel. Die moest eigenlijk donderdag ook naar de luchthaven voor een vergadering. Dus het komt allemaal dichter en dichterbij. Wat er in het Midden-Oosten allemaal gebeurt, dat lijkt soms ver van je bedshow. Dan was er een paar maanden geleden Parijs, nu heel dichtbij bij ons in Brussel. Dus dat is gewoon heel triest. Het komt dichter en dichter bij jou. En, nu, ik voetbal hier in Eindhoven, maar op 45 minuten ben ik in België, zeg maar. En, het is echt ongelooflijk. De jongens denken nu ook van, België is echt gevaarlijk om daar nog te komen. En, dat willen we wel eigenlijk niet zo laten blijken, want België is normaal een heel normaal land waar alles veilig en wel is. Maar dit gebeurt nu eenmaal. En zijn geen woorden voor, zoals ik zou zeggen. Hoe is het gevoel bij je familie, bij je vrienden? Ongeloof. Iedereen heeft echt een ongelooflijk raar een gevoel van waarom wij? Waarom dit land en waarom gebeurt dit? Dit gun je ergste vijand niet aan. En, dit is echt... ik heb er geen woorden voor. Ja, ik denk dat het misschien het beste is om gewoon verder te doen. In België heerst het wel het gevoel van dat dit kon gebeuren. Maar ja, op deze schaal komt toch wel vrij hard aan. Ja. Jullie winnen met 4-1, moet ik daar ook nog wat over vragen? Nee, dat hoeft niet. Het is klaar. Er zijn geen extra kopzorgen na deze match. Dus wel een goed gevoel na deze match. En nu terug naar België, mijn land verdedigen.